Hallo, ik ben Kenneth de Muurmeester. Ik ben Paco Product Manager bij Verder Liquids. Enig idee hoe de Belgische overheerlijke diepvriesfritten gemaakt worden? Kijk dan even mee hoe ze het hier doen bij Ecofrost. Ecofrost bestaat dit jaar 20 jaar en ons bedrijf is gevestigd in Périgueux, het hart van de Belgische aardappelteelt. Ecofrost verwerkt jaarlijks 500.000 ton aardappelen tot voornamelijk diepvriesfrieten, diepvriese aardappelpuree en aardappelvlokken. Die producten exporteren we naar 120 landen over de hele wereld. Wij investeren voornamelijk in nieuwe technologieën om onze efficiëntie te verbeteren en onze kwaliteit beter te kunnen borgen tegen scherpe prijzen. Ecofrost heeft heel wat installaties aangekocht bij Keramco. Keramco is een machinebouwer die installaties maakt voor de frietverwerkende industrie. Daar dat Keramco partnership heeft met Paco, hebben wij daardoor ook heel wat Paco-pompen draaiende in onze installaties. Rond onze bakovens hadden wij vroeger verdringerpompen met een mechanische afdichting. Deze lekte vaak olie, maar doordat wij al deze pompen hebben kunnen vervangen door een ICP2-pomp, hebben wij onze olieverliezen tot nul kunnen brengen. Bij de bouw van onze laatste frietlijn hebben wij niet gekozen om zoals gewoonlijk te werken met een ferriswiel na de tweede blancheur, maar om het product rechtstreeks te verpompen. Keramco had ons hiervoor een Paco productpomp voorgesteld en tot op heden kunnen wij nog altijd geen productbeschadiging opmerken. Door de hoge betrouwbaarheid van de Paco pompen kunnen wij onze productietijd optimaliseren. Ecofrost draagt kwaliteit en hygiëne hoog in het vaandel. Doordat de pompen in inox uitgevoerd zijn, kunnen we tijdens de sippen hoge temperaturen aanhouden. Zo kunnen wij de hygiëne waarborgen voor onze klant. Wij kiezen voor Paco-pompen omdat het inox-pompen zijn die ons een goede uptime geven. En voor Paco-circulatiepompen kiezen we voor Paco omdat het voor ons de enige pompen zijn die niet lekken. Doordat we werken met Paco-pompen worden we ontzorgd van allerlei problemen. Daardoor kunnen wij ons focussen op onze echte métier en dat is lekkere frieten maken. Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor meer informatie, tips en tricks.